Goeiedag kijkers. Er is door de regio alarm geslagen voor wat betreft uitbraak van dengue-gevallen. De Caribbean Public Health Agency, CARFA, die heeft dus de lidlanden aangeschreven om er alles aan te doen dat deze kwestie onder controle wordt gehouden. De uitbraak van het aantal dengue-gevallen. We hebben in de studio van het Nationaal Informatie Instituut, twee deskundigen die er alles van af weten. Dr. Pancho van het BOG, hij is tevens docent aan de medische faculteit. En Dr. Hiwat, die coördinator is van het malaria-programma bij het ministerie van Volksgezondheid. Met hun gaan we praten over deze kwestie. Welkom in de studio. Dank u wel. Om te beginnen bij Dr. Pancho. CARFA die heeft dus aangegeven dat we ons bezorgd moeten maken over de uitbraak van dengue in de regio. Trinidad, ja. Jamaica. Wat doet Suriname om dit allemaal terug te dringen? Ja, dat klopt. Er is een uitbraak in Trinidad, Jamaica. En dus die alertheid is ook gekomen dus van CARFA. En Suriname is ook bezig maatregelen te treffen. Je weet, dengue is een ziekte die na x aantal jaren altijd terug gaat komen, outbreaks. Dat zullen we later zullen we daarop ingaan. Suriname heeft al een paar maatregelen getroffen, voorlichting, etc. En ja, we proberen dus die ziekte onder controle te houden. Ja, dokter Hiwat, is het altijd deze periode van het jaar dat we dit soort gevallen krijgen? Nee, het is niet altijd deze periode van het jaar, maar het is wel zo dat we nu op dit moment regen hebben. Het is een kleine regentijd. En er zijn dus muskieten. Het is zo dat de muskieten die we hebben voor dengue zijn andere muskieten dan bijvoorbeeld voor malaria. Het zijn muskieten die broeden in zeer kleine broedplaatsen zoals petflessen en cups en etensbakjes en dergelijke langs de kant van de weg. Maar ook bijvoorbeeld in durotanks of in emmers water die buiten blijven staan zonder dat ze afgedekt zijn. En dit is dus een muskiet die echt gelinkt is aan mensen. En in Paramaribo-omgeving, eigenlijk overal waar mensen wonen, ook in het binnenland, voorkomt. Maar is heel erg afhankelijk van regenwater. En omdat we op dit moment regen hebben, zijn ze dus volop ook aanwezig. En hebben dus transmissierisico. Ja, dokter Pancho. Wanneer was het bekend in de regio dat zeg maar die bezorgdheid bekend werd? Nou, het is niet zo lang geleden dat die bezorgdheid bekend is gemaakt. Ik heb al gezegd dat we dus na een x aantal jaren een outbreak gaan krijgen bij een ziekte als dengue. Omdat bij dengue is er geen causale therapie. Dengue kan je dus, er is geen medicijn om het virus te doden. Er is ook geen vaccin tegen dengue, dus je kan die mensen niet beschermen. Dus als er die outbreaks gaan we krijgen en dan moeten we dus die muskietenpopulatie onder controle houden. Om dan het aantal gevallen van dengue terug te dringen. Die dengue, dus er zijn, wat het virus betreft, het virus behoort tot arbovirus. En er zijn vier typen virussen. Type 1, type 2, type 3 en type 4. Deze types verschillen weinig van elkaar, maar ze beschermen elkaar niet. Dat wil zeggen, als je een keer met type 1 geïnfecteerd bent geweest, heb je geen, en je wordt na 6 maanden voor de tweede keer met een ander type geïnfecteerd, heb je geen bescherming. Die type 1 beschermt je niet tegen type 2, het verergert de zaak. Want wat gaat gebeuren? Wij noemen het verschijnsel kruisreactiviteit. Het geeft geen seroprotectie, maar kruisreactiviteit noemen we. Waardoor juist verergering gaat optreden. En bij verergering, dus bij wanneer je dus voor de tweede keer met een ander type geïnfecteerd raakt, en dat is berucht bij opinvolging van type 1 naar type 2, dat je dan dengue hemorrhagic fever krijgt. Dus verergering, complicaties gaan optreden. Mensen gaan dus bloedingen krijgen, onderhuidsbloedingen, tandvliesbloedingen, menstruatiebloedingen. En dat kan op den duur leiden tot dengue shock syndroom. En dat kan op den duur leiden tot de dood. Want
shock, dan wil zeggen veel vocht is uit de bloedvaten getreden, het circulerend volume wordt laag en daardoor kan je dus komen te overlijden. Dus het is een ziekte waarin je kan overlijden. Het probleem is dat dus we weten dat we bij, als iemand dengue heeft, kunnen we die persoon niet causaal behandelen. Er is geen verschil met malaria. Kijk, als iemand malaria heeft, heb je afdoende geneesmiddel. Dan kan die patiënt genezen, de muskiet kan niks meer overbrengen. Maar bij dengue niet. In een bepaalde fase van die ziekte gaat die misschien continu kan die iemand gaan steken en besmet raken. En dan gaat die op den duur andere mensen besmetten. Dus je moet een beetje uitkijken met dingen. Want het kan, als je voor de tweede keer geïnfecteerd raakt, kan dat leiden tot de dood. Dokter Pantju, het is dus niet zo dat omdat ik 2 jaar terug dingen heb gehad, dat men zegt minoki zijn moren, toch? Nee, dat is niet zo. Het hangt af ja, welke type je gehad hebt. Als je voor hetzelfde type weer krijgt, dan heb je een zekere bescherming. Ja. Maar als je met een ander type geïnfecteerd raakt, treedt juist verergering op. Het bericht van het ministerie van Volksgezondheid luidt dat er tot nog toe maar 1 geval was geregistreerd in Suriname. Is dat zo gebleven? Er is dus inderdaad 1 geval geregistreerd, maar niet iedereen die dengue heeft, die gaat naar de dokter. Als je voor de eerste keer krijgt, dan krijg je symptomen als hoge koorts, plotseling begin, acuut begin. Je gaat hoofdpijn hebben, met name pijn achter die oogbollen. Je gaat spier-lichaamspijnen hebben. Je kan keelontsteking hebben. Dat noem je klassiek dengue. Dat wil zeggen dat je voor het eerst gehad hebt en die specifieke symptomen die bij dengue thuis horen. En als je dus voor die tweede keer geïnfecteerd raakt met een ander type, dan heb je die complicaties gaan dan optreden. Dokter Iwat, u heeft veel ervaring in het binnenland, vooral vanuit uw professie als op het gebied van malaria. Hoe is de situatie in het binnenland als het gaat om dengue? Is er ook een verhoogd risico daar? Er is altijd een risico voor transmissie, omdat de muggen ook daar zijn. Het is eigenlijk een situatie die in de loop van de jaren steeds erger is geworden, zeg maar dan, tussen aanhalingstekens. Er zijn steeds meer dengue muggen in het dorp aanwezig, ook omdat er steeds onzorgvuldiger wordt omgegaan met de opslag van water en ook met vuil en afval in het binnenland. Dus de situatie verergert een beetje wat betreft de aanwezigheid van dengue muggen in het binnenland. Het transmissierisico is altijd aanwezig, met name in de regentijd. En we zijn nu in eigenlijk een aanloopfase naar een mogelijke dengue-epidemie. Dus op dit moment zijn we in de fase waarbij we vooral aan preventie altijd, maar nu ook vooral aan preventie, voorlichting en zelfbescherming moeten gaan doen. Is er een verschil in aanpak tussen het binnenland en de stad? Ja en nee. Het risico van het binnenland is onder andere ook dat men vaak geen toegang heeft tot leidingwater. Dat er heel veel water wordt opgeslagen. Sommige districten hebben dat ook meer dan bijvoorbeeld in de stad. En dan moet je meer aandacht besteden bijvoorbeeld aan het afsluiten van wateropslagcontainers zoals watertonnen, durotanks, emmers en dergelijke. Dus dan ligt de focus een beetje anders van de voorlichting, maar in principe is verder alles hetzelfde. Ja, en dan dokter Pantju, ik krijg dengue. Ja. Welke medicijnen kan ik gebruiken? Want iedereen slikt, of je hebt mensen die zomaar wat slikken om de pijn te verlichten. Wat is de juiste medicatie? Nou, de juiste medicatie dus is er niet eigenlijk. Je kan niet causaal behandelen, dus dat wil zeggen er is geen medicijn om het virus te doden. Maar als iemand hoge koorts heeft en et cetera, dan ga je het paracetamol geven. Als je bloedingen en zo hebt, moet je zeker een arts raadplegen. En wat wij zien is dat je dus je trombocyten, dat zijn die bloedplaatjes, die gaan omlaag. Dat moet goed gemonitord worden. En dan kijken als het te laag wordt en zo, of als er sprake is van dengue hemorrhagic fever, dan word je opgenomen in het ziekenhuis. En daar hebben ze mogelijkheden om palliatief te behandelen, maar ze gaan niet met een medicijn behandelen die het virus kan doden. En daar dit is die zwakte van ons om deze ziekte aan te pakken. Dus we moeten eigenlijk weer deze ziekte bestrijden.
dan moet je het van die muskiet hebben. En die muskiet die hierbij een rol speelt, noem ik altijd een loffermuskiet. Want hoe is het mogelijk dat Aedes aegypti vier verschillende ziektes over kan brengen? Het kan dengue overbrengen, het kan Zika overbrengen, het kan chikungunya overbrengen, het kan stadsgele koorts. En nog erger is het dat deze, wat wij noemen transovariële overdracht, als die muskiet, die volwassen muskiet besmet is, gaan die nakomelingen, en dat kan tot 7 generaties gaan, dan zijn die nakomelingen ook besmet. En dit kennen we niet bij malaria, dat is het enige dat wij bij Aedes aegypti kennen, deze muskiet. Wil je nou eigenlijk een beetje in de gaten houden wat die transmissie betreft, die overbrenging, dan moet je indexen bepalen. Je moet die indexen van die larven. Dan, want die transmissie is afhankelijk van die muskietendichtheid van die muskietenpopulatie. Onder andere afhankelijk van die muskietendichtheid van de muskietenpopulatie. En dan moet je die populatie ook vaststellen om het risico te kunnen inschatten van dingen in een bepaald gebied. En daarvoor moeten dus die indexen bepaald worden, larvenindexen. En dat is wat wij noemen dus erfindex. Of erven ga je die positieve erven ga je vaststellen. Containerindex, dat zijn die alle bloed waterhoudende voorwerpen. Daar moet je ook een bruto index. Die zijn indexen die geven een idee van wat die muskietendichtheid in een bepaald gebied is. En daar is ook gerelateerd het risico van transmissie. En dat moet in Suriname ook bepaald worden om dan een idee te krijgen over die transmissie. Want die muskiet, dat moeten we, die muskiet, want tegen het virus kunnen we niks doen. Maar die muskiet, die moeten we dus terugdringen, die dichtheid van de muskieten, waardoor die transmissie onderbroken wordt. Dus om de pijn te verlichten bij zo'n patiënt, is het paracetamol? Ja, we geven paracetamol en als hij dus bloedingen heeft en zo, dan moet hij laten nachecken, het laboratorium, dus het moet gedaan worden. Hoe lang blijft zo'n patiënt ziek? Nou, kijk, sommige mensen kunnen vanzelf genezen. Hè? Dus je krijgt 3 categorie patiënten. Sommige patiënten dus die gaan ook niet naar de arts. Die zeggen van ja, of ze zijn niet verzekerd, dus waarom ga ik daar 75 euro betalen voor een consult? Die gaat paracetamol nemen en als je een goede weerstand hebt, dan is het geen probleem. Het gaat vanzelf over. Een deel gaat naar de dokter, die heeft hoge koorts en zo. Die krijgt paracetamol en zo. En een deel die dus bij die complicaties komt, die belandt zelf in het ziekenhuis. Als je dus die dingen hemorrhagic fever hebt of die dingen shock syndroom. Ja. Dokter Iwat, we weten bij malaria dat er gebruik wordt gemaakt, tenminste een onderdeel om die malaria muskiet tegen te gaan, dat die klamboes worden gespoten, toch? Of ik weet niet precies hoe het precies genoemd wordt. Gebeurt dat ook bij dengue of vereist dat een andere aanpak? Kijk, ik zei al, dengue-muskieten zijn andere muskieten dan malaria-muskieten. Dus malaria-muskieten die prikken met name 's avonds en 's nachts, maar dengue-muskieten prikken overdag. Dus vanaf 's morgens tot 's avonds, dus niet alleen thuis, maar ook op school, ook op kantoor. Die muskieten zijn overal. Dus men slaapt niet tegen die tijd? Men slaapt niet tegen die tijd, dus die klamboe heeft weinig effect. Okay. Het is wel goed om een klamboe te hebben, om je inderdaad te beschermen als je gaat slapen. Ook mensen die 's middags slapen of kinderen die 's middags slapen, is het goed om die klamboe te hebben. Dat hoeft niet per se een geïmpregneerde klamboe te zijn. En ook mensen die ziek zijn geworden, die dengue hebben, kunnen het liefst onder de klamboe blijven. Omdat ze op die manier voorkomen dat andere muskieten in het huis besmet raken. En dus ook die muskieten weer huisgenoten kunnen infecteren. Dus dat is ook wel belangrijk. We hebben natuurlijk ook een aantal dorpen aan de grenzen. Ik denk aan Marowijne. Is er contact tussen Surinaamse en andere autoriteiten, volksgezondheidsautoriteiten in het buitenland, om dit in de gaten te houden? We hebben een heel goed contact. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een heel goed contact met de Franse gezondheidsautoriteit. Ik ben net deze week nog teruggekomen van een boardmeeting over hospitaalcoöperatie. Dus er is continu contact tussen Suriname en Frans Guyana op verschillende gebieden van gezondheid. Oké. CARVA doet een alarmsignaal uitgaan. Maar moeten we ons zorgen maken in Suriname? Want het ziet er toch goed uit? We doen het toch goed of niet? Dr. Pantjoe misschien? Nou, we kunnen dat niet zo stellen hoor. We moeten dus die monitoren, die muskietendichtheid. En we moeten ook kijken met welke type virus nu te maken hebben.
En dat, dat kunnen ze in het bloed bepalen, met welke type virus. Want we hebben in de voorgaande jaren hebben we dus, zijn al die types hier geweest. En nu moeten we kijken met welke type te maken hebben. En verder moeten we dus die muggendichtheid goed monitoren. Je moet ook beseffen dat die muggen een half kilometer ver kan vliegen. Dus als jij je erf, die preventiemaatregelen treft, je erf schoonmaakt, alle waterhoudende voorwerpen elimineert, dan kunnen ze nog van die overbuurman naar je komen. Dus er moeten regels gemaakt worden. Of soms heb je mensen die je willen pesten, een psychiatrische patiënt woont naast jou en zo. Dus dan moet je dus, moeten er nog wetten komen om te kijken van hoe we dat ook schoon kunnen krijgen. En als die muggen kan een half kilometer verder vliegen, maar hij kan ook meeliften met de wind. Dan gaat het een kilometer ver. Dus we moeten goed kijken en ik denk dat de milieuinspecteurs ook thuis, huis aan huis langs moeten gaan om met die mensen te praten en kijken wat voor voorwerpen, waterhoudende voorwerpen zijn of ze larven zijn. En dan kan je met antilarvicide dat behandelen. Dus dat moet gebeuren. En verder wat de preventie betreft wil ik ook zeggen dat in Suriname de laatste jaren ook die rackets zijn waarmee je muggen kan kan doden. En dat werkt heel handig, dat heb ik zelf ervaren en dat zie ik bijna elk huishouden heeft dat. En dat is prima, want je kunt ook repellent zetten, want sommige mensen kunnen allergisch zijn. Maar ik zie dat die waarmee je elektrocuteert, dat toch heel handig is. Want die muggen, die heb je dus in donkere, overdag steken ze, maar ze zijn in die donkere plekken in het huis, onder het bed en zo. En ze komen, zijn stelle muggen die op je afkomen. Dus we moeten nogmaals van alle kanten moeten we, willen we dingen aan het gevallen terugdringen en willen we toch dat er geen transmissie plaatsvindt, moeten we toch die muggen onder controle houden. En op welk moment wordt die bekende spuitwagen ingezet? Dat is wanneer er sprake is van outbreak of epidemie. Waarom? Omdat dat een dure grap is. En met die dengue-wagen kan je een groot gebied in een korte tijd kan je bespuiten. En, want als er outbreak is, heb je veel besmette muggen. Dus die wil je direct aanpakken en dan kan je dus dan met die dengue-wagen doen. En als er nog geen epidemie is en zo, dan kan je dus wat wij noemen verification treatment. Dan ga je huis aan huis, je inspecteert die erven, je praat met die mensen. En als je dus voorwerpen vindt waarin larven zijn, dan moet je larvicide toedienen. Dokter Ewart, welke groepen zijn het meest kwetsbaar? Ik weet dat iedereen kwetsbaar is, maar er moeten toch groepen zijn van we moeten echt rekening met ze houden, voorzichtigheid. Ja. Welke groepen zijn dat? Nou, dokter Pantje zei al, het is een virusinfectie. Dengue is een virusinfectie. En normaal gesproken moet je virussen overwinnen met je eigen weerstand. Dus alle mensen die een verminderde weerstand hebben, die zijn extra gevoelig. En dat zijn vaak jonge kinderen, oudere mensen, ook mensen die onderliggende ziektes hebben. Die hebben een verminderde weerstand en kunnen dus dat dengue-virus minder goed overwinnen. En welke gebieden kunnen we, zeg maar, identificeren als probleemgebieden, zeg maar, voor die dengue misschien? Ja. Uit outbreaks van het verleden kennen we wel dat bepaalde gebieden in Paramaribo, bijvoorbeeld Blauwgrond, Flora en dergelijke, meer cases hebben opgeleverd in het verleden. Ik noem ook Kwarasang in Wanica. Kommerwijnen kennen we ook als een gebied van hoog risico. En het heeft vaak te maken met het feit dat mensen toch veel water opslaan. Of niet goed opletten op de broedplaatsen in hun omgeving. Dus het is heel belangrijk dat de broedplaatsen in de omgeving worden opgeruimd. Dus extra aandacht voor deze gebieden natuurlijk. Ja, ja. Maar ook in het binnenland. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld Brokeponde en Brownsweg als een belangrijk gebied. Waar preventie heel belangrijk is, ja. Ik denk bijvoorbeeld aan de goudvelden, daar vooral. Sorry. Goudvelden, het is een beetje een moeilijke situatie. Goudvelden zijn vaak erg diep in het bos. En het zijn ook niet altijd stabiel. Dus soms zijn er mensen, soms zijn er geen mensen. En die muggen is erg afhankelijk van de mensen en inderdaad van die wateropslagcontainers. Dus dat is ietsje minder een risicogebied dan bijvoorbeeld de dorpen.
Ik kan de verleiding niet weerstaan, dokter Hiwat, om ook over malaria te praten, want u bent ook deskundig op dat gebied. Hoe is de situatie nu in Suriname wat malaria betreft? Nou, we zijn nog steeds bezig naar eliminatie toe te werken en we hebben 2018 fantastisch afgesloten met maar 34 cases nationaal voor malaria. In vergelijking tot de meer dan 12.000 cases die we aan het begin van deze eeuw hadden. Dus dat gaat heel goed. Maar we moeten continu alert blijven, want er is malaria in Frans Guyana, in Brazilië, in Guyana en een heel groot probleem ook in Venezuela. Dus we hebben continu cases die van buiten komen, mensen die van buiten komen in Suriname en waarbij dan vastgesteld wordt, ja maar je hebt malaria, je hebt het van buiten naar binnen gebracht. Dus daarmee zijn we continu bezig, maar nationaal zijn we heel erg goed op schema. En dat is niet iets van het binnenland alleen, hè? Dat die malaria muskiet. Het malaria-probleem is wel een probleem in Suriname van het binnenland. Okay. Het is een andere muskiet dan de dengue-muskiet die voornamelijk in het binnenland voorkomt. Maar we hebben dus op dit moment in het dorpen geen malaria meer, in de grootmijnen bijna geen malaria meer. Er zijn maar enkele cases per jaar waar we dit moment wel op moeten focussen en waar we op moeten blijven focussen is de import malaria die vanuit de grens, en voor ons is dat vooral vanuit Frans Guyana via de goudmijners die heen en weer reizen, vanuit buiten onze grenzen dus naar Suriname komt. Er zijn 34 gevallen, zei u, geregistreerd? Voor 2018. Binnen hoeveel tijd zitten we op nul? Het doel is 2020, okay. Nog steeds. Ja, dat is het nationaal doel, 2020 nul cases. Dus we werken er hard aan. Dr. Pantje, eigenlijk zijn we dan een voorbeeld voor de wereld, toch? Zeker. Als zeker. Ik zo naar de cijfers kijk. Ja, wat, als je kijkt even naar dengue en malaria. Wat wij bij malaria kunnen doen, is die parasietenreservoir kunnen we reduceren tot nul. En dat kan je alleen, dat hebben we goed kunnen bereiken, omdat medicijnen dus overtollig aanwezig zijn. Mensen kunnen zichzelf ook snel behandelen. Maar we hebben dus malaria delivery services, dat zijn mensen die in goudvelden kunnen diagnosticeren en kunnen behandelen. Dus die parasietenreservoir bij malaria, dat reduceren we gaan naar richting nul. En als we dat bereikt hebben, kan de muskiet niks meer overdragen. Ja. Die muskiet laten we tot nakijken. Maar bij dengue kunnen we het virus niet causaal behandelen, dat is het probleem. Als iemand het heeft, dan kan hij in bepaalde fase continu muskieten gaan besmetten. En dat is het. Dus op een gegeven moment ga je dus hebben een dengue-epidemie. Dan ga je dat x aantal jaren, dan gaat het een beetje stabiel blijven en dan komt weer een epidemie. Toch? Omdat op een gegeven moment als een epidemie is, die zijn veel mensen geïnfecteerd geraakt, ze hebben antistoffen. Dan zijn er weinig mensen die geen antistoffen hebben, dan gaat die transmissie niet plaatsvinden. Maar in die tussentijd worden kinderen geboren en komen nieuwe mensen die niet, geen antistoffen hebben. En dan gaat die muskiet weer toeslaan en dan krijg je weer een epidemie. Dus dit patroon van dengue, dus steeds naar een terugkomende epidemie gaan we hebben. Bij malaria gaat het een beetje anders zijn. Malaria gaat het eigenlijk kunnen we tot nul reduceren, maar alleen moeten we waakzaam zijn dat parasietenreservoirs niet in Suriname teruggebracht worden door de naburige landen. Mm-hmm. Malaria hebben we dus onder controle. We gaan naar nul, als het goed zit, 2020, toch? Dengue, daar wordt alles ernstig in de gaten gehouden. Er is al preventie, voorlichting, dokter Pantje. Tot slot, aan u beiden, laatste woord naar de samenleving toe. Ja, voor mij is het vooral nog een keer de boodschap voor de mensen van doe aan preventie. Ruim die broedplaatsen op, zorg dat je geen waterhoudende containers hebt op je erf. Klamboes zijn belangrijk, maar ook zelfbescherming zoals dokter Pantje al zei door repellents en andere zaken. Informeer je goed wat is dengue en wat kan ik doen om mezelf en mijn gezin te beschermen. Dokter Pantje. Ja, als u nu op klachten krijgt als hoge koorts, plotseling begonnen, lichaamspijnen, ook keelontsteking, etc. Raadpleegt uw arts. Gaat u naar de dokter. Niet wachten. Niet wachten. Ja. En dan zit je safe. Schroom niet de dokter te raadplegen. Dank u, dokter Pantje en dokter Hiwat, voor uw deskundigheid en uw advies natuurlijk.
Beste kijkers, we hebben het gehad wat betreft dit vraaggesprek met dokter Hiwat en dokter Panju. Het gesprek ging over het alarmsignaal vanuit CARFA, dat is de Caribbean Public Health Agency, zeg maar de gezondheidswaakhond in de regio, die heeft gewaarschuwd voor een aantal dingen gevallen, waarbij de lidlanden maatregelen moeten treffen om dit probleem terug te dringen. We bedanken u voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.